Dames en heren, ik ben dus lekker aan het rijden naar het rand. Oh, ja, zeker. En we gaan dus even Mitchell moeten ontmoeten. En hey, daar is hij hoor, Mitchell. Jawel, ik zie daar lopen. Mitchell, daar ben ik dan. Hey, Delano. Hey, oké, mensen, we zijn net de video begonnen. Heb jij de video al geliked en ben je geabonneerd met belletje aan? Ik heb de video al geliked, alleen ik zie deze mensen die ik tegen kan lopen. Ja, hebben jullie ook al geliked, mensen? Jazeker, maar wat is het probleem dan? Niks hoor, ik vraag wel of je al geliked hebt. Maar leuk dat je geliked hebt, anders kon de Dancing Serbian Lady achteraan rennen, hè? Echt? Ja. Hey. Oh, goed dat je het zegt, anders zou ik ook even like abonneren. Kijk, strijden. Bam. Hier. Oh, ze worden gelijk boos. Ja, nou, ze gaan me lopen duwen. Ja. Die eikels. Oh my god. Gaat dat nu alweer dat gezeik? Ja. Nu rennen ze weg, hè? Nu rennen ze weg. Omdat er een grotere vent komt. Oké, nou, we gaan even lekker verder, mensen. Laten we de glijbaan. Hey, Mitchell, gaan we niet van de glijbaan af dan? Wat? Gaan we niet van de glijbaan af? Nee, ik heb geen zin in de glijbaan. Hoezo niet? Hier, deze voor je, kleine rotje. Nee, ik zweer het, Ron, doe je dit. Zal ik even meehelpen? Mitch, ik vind het echt helemaal niet leuk, hoor. Nou, ga naar je mommy toe. Hier, alsjeblieft. Auw, doe eens even normaal, ja. Ik zweer het je. Hier, deze ook. Ik ga even morselen. En deze mevrouw. Gaat het? Ja, het gaat wel. Dankjewel. Oké. Mitch, ben je gek geworden, man. Je maakt al die mensen boos. Wat? Je zal die zandkastelen kapot te maken. Hé, joh. Daar hebben ze nog wat te doen vandaag. Leuk. Ze hebben er al een harde ziel in gestoken. En dan ga je ze kapot maken. Wat maakt het nou uit? En nee, blijf van die vrouw af. Ze vinden dat niet echt heel leuk. Maar goed, weet je, Mitchell, laten we even een biesburger eten. Kom, naar de auto. Biesburger? Ik heb daar nou echt serieus geen trek in, man. Hoezo niet? Nou, ik had gezien dat er een nieuwe Happy Meal is bij de McDonald's. Maar laten we het even s'avonds doen, ja? S'avonds? Hoe is het s'avonds? Beter. Ik heb zin even een biesburgertje. Kom. Oké, weet je, ik heb nooit op, weet je, dit voor al zijn eerste keer, toch? Ik bedoel, het is de grootste YouTuber van heel de wereld. Ja, maar er is een nieuwe Happy Meal. En die Happy Meal die is er nog maar vandaag alleen. Kom goed, vanavond, ja? Dan is het ook nog. Ja, nou, ik mag wel hopen, want op is op, hè? Ja, dat is. Maar van wie is de Happy Meal dan eigenlijk? Is van Dancing Serbian Lady. Echt? Hebben ze ook een eigen Happy Meal? Ja, maar er zit dus ook nog iets extra's in. Een exclusief iets. Ja? Wat het met de Dancing Serbian Lady te maken heeft. Oh. Nou, in ieder geval, we zijn dus aangekomen bij het Mr. Bee's restaurant. Oh, jawel. Kijk eens wat door de toonbank ligt, Mitchell. Echt geen trek in. Ja, het geldt wel. Maar gaat, ik zie allemaal burgers. Zie ik al die platte ding liggen. Echt nou, geen trek in. Als je 10.000 euro wil, laten we eerst even bij Mr. Bee's gaan bestellen, ja? Eat here and get $10,000. Oké, nou, ga je eten. Oké. Hi, Mr. Bee's. Zou ik graag een Bee's burger mogen? Ja, zeker. En moet die kleine daar ook iets? Mitchell, moet je ook iets? Nou, voor de $10,000, doe maar wat. Een klein patatje. Ja, dat is geen garantie hè, dat je het krijgt. Maar in ieder geval, bij deze, het eten komt eraan. Ga je vast even lekker zitten, zou ik zeggen. Gaan we doen. Kom, Mitchell, laten we een plekje gaan zoeken. Nou, dit is wel een mooi plekje zo. Nou, het geld hier wel overal op de tafel slaan, hè? Ja, inderdaad, wel mooi, man. Oh. Maar dan mag je die zomaar pakken, hè? Alleen als je het helemaal opeet. Oké, nou, dan weten we dat ook weer. Nou, in ieder geval, de burgers liggen op tafel. Laten we een hapje gaan nemen. Oké, laten we even proeven, ja? Ik pak even dat frietje. Ja, en? Kijk op. Ah, dat is echt niet lekker. Maar we moeten even doorkomen, man. 10.000 euro, bro. Daar doen we het voor. Dat doet het voor die 10k, bro. Kom, even doorrijden. Oké, even kijken. Is er ergens een hond daarbij? Nee, er is een hond. Oh, het is echt niet te horen. Ik weet het, man. We moeten even doorbijten, oké? Mag ik mijn friet ook anders meenemen? Dat ik later mijn geld op kom halen? Nee, je moet het hier opeten. Ja, regels zijn regels, man. Moeten we ons dan houden? Weet je wat ik ga doen? Als hij niet kijkt, leg hem weg. Verstop ik het gewoon. Hé, daar is een hond, Mitchell. Hond, waar? Hoe daar? Ja, laat ik het even geven. Kijk eens. Lekker, hè? Hier, ik heb ook mijn frietjes. Lekker, jongen. Oké. Zo. Mr. Beast, het eten is op. Gefeliciteerd. Je hebt 10.000 euro. Ga maar naar huis. Okidoki. Nou, dankjewel. Nou, Mitchell, kom. We gaan. Nou, we kunnen gaan. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oh my god. Hey, we hebben gewoon 10.000 euro. Ja, maat. Het was echt niet te harde. Het was gewoon echt niet te vreten. Ik weet het. Ja, ik hoop dat die hond het wel lekker vond. Niet dat hij straks dood in de gracht ligt, maar... Nou ja, laten we maar hopen dat hij niet dood in de gang ligt. Nee, maar goed. Weet je wat? Laten we lekker... Mitchell, wat doe je nou? Sorry. Ik ben van inbreken altijd, maar dat was niet mijn bedoeling. Dat moet je niet doen. Misschien is die auto wel van Mr. Beast, dan weet je dit. Oh, nou ja. Weet je, hij kan het vast weer betalen, dus dat komt wel goed. Hey, we hebben wel 10.000 euro van hem gehad, hè? Om als hij het eentje is. En wat ben jij nou weer aan het doen om een mens aan het aanrijden hier? Ja, zeker. Leuk, toch? We zijn eigenlijk ook wel slecht, Rick, hoor. Maar kom, we gaan nu naar de McDonald's. We gaan eerst naar huis toe, dan gaan we straks naar de McDonald's. Komt goed. Oh, ik ga echt naar je hoofd zeuren. We gaan nu naar de Mac. Oké, weet je wat, mensen? Ik zie jou alweer thuis, dus tot daar. We gaan nu naar de Mac. Nou, Mitch, we komen dus weer bijna aan bij het huis, man. Ja, maar ik wil naar de Mac. Ja, dat weten we. We gaan ook naar de Mac, maar niet nu. Ik wil naar de Mac. Ik wil als je naar gaat de zeuren, Mac. Dan gaan we niet, oké? Oké. Het gaat houden. Nee. Met gele M. Ja, met gele M. Dat is niet zeuren, dat is zingen, Delano. Ja. Oké. Dus we komen dus nu thuis aan. En ik denk dat ik even naar binnen ga lopen. Ja, ik ga naar mijn kamer. Ik heb de postbus even open. Oké, wat zit er in de post? Een bloembak, wat ligt erop? Huh, van wie is dit nou weer? Anoniem. Dat is even lezen hoor. Er staat op, kom naar de McDonald's om 3 uur 's nachts. Mitchell. Ja,
McDonald's. Kom, we gaan naar de Mac. 3 uur 's nachts, vriend. 3 uur 's nachts. Nee, kom, we gaan naar de Mac. Mitchell, er staat er een brief. Hé, vriend. Wat de hel? Sinds ben ik al 9 jaar aan het rijden. Kom eens terug, jij. Wat was je aan het doen? Ja, we vinden money aan het nemen. Jongen. Dat ik auto kan rijden, man. Ik heb zelfs geen rijles met je. Doe geen je pranken bij mij. Ja, maar één les. Ja, dan zit hij nou zo dom te lachen. Nou ja, ik ga even naar mijn kamer, ja. Ik ben zo terug. Ja. Delano. Ja? Ik heb een anoniem belletje. Neem op. Hallo? Hallo, goeiedag. Je spreekt met mij. Ja, wie is mij, als ik vragen mag? Geeft u uw naam? Doet er niet toe, maar u heeft namelijk een examen gemist op school. Of tenminste, u heeft het nog niet gemist, maar u weet dat examen vandaag? Denk het. Ik weet niet. Nou, in ieder geval ga lekker naar school toe en maak je examen. Oh ja, ik ga niet zomaar naar school toe en dan een examen maken, als ik niet weet dat ik hem moet afnemen, maar... Geen examen, geen slaging. De examen is al een tijdje doorgegeven, maar je bent gewoon vergeten. Dus kom maar. Oké, nou, ik kom eraan. Okidoki, doei doei. Doei doei. Oké, Mitchell, wie was dat nou weer? Ja, ik weet niet. Hij zei van, hallo met mij. Ik vroeg een naam, hij zei van, doet er niet toe. Je hebt een examen gemist of iets, dus ik moet weer terug naar school. Oké, dat is heel raar. Ja, nou, in ieder geval pak je fiets en ga naar school toe. Ja, ik pak wel jouw auto. Nee, fiets. Hey, hij staat vol, hè? Echt niet, net te laat. Ik zweer het je. En ga gewoon als een fiets pakken. Nou, mensen, ik ga denk ik even frisse duik nemen. Dat kind is toch weer naar school toe. En dan ga ik het straks even ophalen van school. En dan, kijk wel even voor de McDonald's. Want ze hebben natuurlijk wel zin in de McDonald's. Maar dat betekent dat we niet om avond eten in de McDonald's doen. Want het moet om 3 uur 's nachts zijn. Goed, laat ik even gaan jumpen. 3, 2, 1. Ouch. Oh, ik moet wel in het water springen. Oké, opnieuw. Droink, oink, oink. Au. Oh, ik heb er letterlijk overheen gesprongen. Ik weet niet dat ik over het zwembad heen kan springen. Oké, 3, 2, 1. Joink. Oké, en nou verdrink ik. Oké, dat is niet echt heel fijn en zo. Maar either way, ik moet ook wat sterker worden. Want eerlijk, ik heb alleen maar vettigheid gegeten. Word ik ook alleen maar dik van. En dan moet ik ook niet hebben, man. Oké, 3, 2, 1. Hoppa. Even de boksbal gebruiken. Oké, weet je wat, mensen? Ik wacht even tot de avond valt en dan haal ik zo meteen Mitchell op. Oh, ik denk dat die school er ondertussen wel even op is. Ja, ik heb net even lekker gezwommen. Weet ik wat gekookt voor mezelf. Ja, ik moet ook even wat eten. Want het duurt wel heel lang. We kunnen pas om 3 uur eten. Even dat duidelijk is. Maar goed, laten we even de auto weer stappen. En dan gaan we dan. Lekker rijden. En damn, die auto is ook helemaal kapot, joh. Wat is er gebeurd? Nou, in ieder geval, de auto is me mooi gerepareerd. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar het zag er niet heel goed uit daarnet. In ieder geval, wij moeten lekker naar school toe rijden. Ik denk dat het een verstandig idee is om dat even te doen. Dus ja. Weet je wat? Laten we voor extra veel gas geven. Als we dat doen, dan komen we zo bij school aan. Maar ik wil toch even weten wat Mitchell dan eigenlijk allemaal van plan is. Want eerlijk, het is wel heel lang voordat hij thuis komt. Ik bedoel, de dag had te lang om moeten zijn. En hij heeft niet eens thuis gekomen. Hij heeft niet eens op pad tegen mij gezegd. Ja, maar moet ik dan weten hoe het met Mitchell gaat? Kind kan er wel eens doen. Weet je wat? Ik zie jullie weer terug op school. Oké, dames en heren. Wij komen dus bijna aan op school. En ik denk dat de hoogste tijd is om eens even hier naar binnen te gaan. Want ja, hogere tijd heb je niet dan de hoogste tijd, hè? Dus daar komen we dan. Oh my freaking god. En wat gebeurt hier nou? Oh my freaking god. Hé, wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier nou, hè? Eetje, haha, lekker voetje. Je hebt hem gek samen. Je bent in de vogelokte. Hahaha. Luister dan, zie. Hé, hier kan ik beginnen, hè? Huh? Wat denk je dan van niet? Stelletje flikkers. Wij zijn maar anoniem en dan vervolgens dan. Kom. He, zeg kom dat ik examen heb. Kom dan, hè? Kom dan. Hé, wat heeft dit nou weer te betekenen, joh? Stomme rotzakken. Hé, dat gaan we niet doen, hè? Ik ben wel de vader. Besef je dat even? Hè? Kom aan. Doe eens even normaal, joh, ouwe gekken, hè? Oh my god, een beetje lopen aanvallen. Zijn die gek geworden, hè? Zo, en jij gaat ook liggen, vriend? Zo, hoppakee. Dit zal hem leren. Nou, Mitchell, is alles in orde? Ja, een soort van. Ik ben wel weer een beetje in shock. Ik ga nooit meer anoniem opnemen. Nee, en we vonden ook een beetje gekneusd volgens mij. Hey, Mitchell, ik moet heel even iets in mijn oude klaslokaal ophalen. Wacht je hier even? Ja, ik wel. Oké, top. Ja, want ik heb hier nog namelijk in mijn oude school iets liggen. Namelijk, ik weet nog wel, mijn oude schoolboeken. Ik wil heel graag weten hoe ik eigenlijk vroeger aan het schrijven was. Ik vind het altijd wel leuk om mijn oude dingen even terug te lezen. Dus laat ik even naar binnen gaan. Je zou denken van Daddy, ben je nou echt zo'n oude meut? Niet per se, maar gewoon. Nou, in ieder geval, we zijn dus aangekomen in de school. En even kijken, welk klaslokaal was het ook alweer? Voor mij een beetje achterin. Ik wist even niet de. Klaslokaal, je hebt 111. Wie is dit nou weer? Is dat de Dancing Serbian Lady? Oh, ik moet het Mitchell vertellen. Ik moet het Mitchell vertellen nu. Ik zweer het, ik ga nu naar buiten toe. Oh my god. Wat heeft het deze te betekenen? Sinds wanneer is de Dancing Serbian Lady aan het dansen daar? Zo, ik stap er helemaal niks meer van. Weet je wat? Laten we even naar buiten. We gaan hem even aanspreken dan, hè? Oh my god. Oh no. Mitchell. Yo. Ja, wat is er? Ik zag deze Dancing Serbian Lady daar binnen zitten. Wat? Laat ik zien. Ik zweer. Kom nu. Waar zag je er dan? Bij de ingang. Ja, ik zag het in het gebouw. In het gebouw? Ja, hier zo, in dit gebouw. Kom. Wat? Ik zweer, dit is mijn oude school, weet je wel. Want ik zat in, hier 15 jaar geleden op. En toen was het schoolgebouw nog helemaal heel, weet je wel. Mm-hmm. Maar dit had ik toch nooit verwacht. Ik zweer het je, ik zag er hier zo. Hè? Weet je, kijk eens, waar is ze gebleven? Wat? Ze is weg. Laat maar, ben je nou serieus mijn tijd te verdoen om alleen voor Dance Silver Lady? Ik dacht dat ze hier was. Ik zweer het je, ik zag er volgens mij ook hoor. Ik zie hier allemaal oude schilderijen liggen. Die klaslokalen doorzoeken. Laat maar, als ik heel eerlijk ben, geloof ik er geen bal van. Want ik zie er niet. Nou, misschien is ze wel weggegaan, ik weet niet. Maar in ieder geval, hier is ze niet. Nee, nou ja, oké dan. Nou ja, weet je wat? We gaan wachten tot de. Ja, wacht sowieso even tot 3 uur 's nachts. Ik denk dat het hoogste tijd is om dan naar McDonald's te gaan, hè? Nou, hoe laat is het nu? Oeh, het is bijna avond. Ja, het is bijna avond. We moeten er even
wachten. Oké, is goed, maar we wachten wel. Nou, laat hier even weet je dan, wierie gaan roken dan? Kom. Roken? Ja, een jointje, kom. Nee, tuurlijk niet, ben je gek. Nee, wou zeggen, ik rook niet eens. Alsof 9-jarige kinderen roken, ben je helemaal gek geworden? Nou ja, heel misschien ik, maar... Nou, hey! Tegenwoordig wel hoor. Tegenwoordig spelen ze niet meer met gekke dingen, maar tegenwoordig spelen ze met de vapes, dus je weet hoe dat gaat. Oh ja, vapes. Dus die tijd weer. Dat vind ik ook echt vreselijk. Maar goed, weet je wat mensen? We wachten tot 3 uur 's nachts is en dan gaan we naar de McDonald's. Dus tot daar. Mitchell, bij zover, het is al 12 uur. Nou, het is 3 uur 's nachts was het toch? Oh, wacht, maar... Oeh, lala. Ja, oh ja, het was 2 uur 's nachts, sorry, ik zat even verkeerd te kijken. Maar om 3 uur 's nachts moeten we een stukje rijden, hè? Het is van een stukje rijden, dat weet je ook wel. Ja, nee, maar Delano, even chill, kijk dan, Hey, schatje, zou ik een lapdance van je mogen krijgen? Ja, hoeveel kost je wel geld? Ja, Mitchell, kost wel geld. Wat? Bij wie kost het geld? Bij jou? Maar jullie zijn studenten van 20, 21 jaar. Ja, oké. Maar goed, bedankt voor je mooie dans. Ja, het was wel, zag er wel goed uit. Het zag er heel aangenaam uit, maar we komen er wel een keer terug, schatjes. Okidoki. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, je ziet er goed uit. Het slechte nieuws is, je mag stikken in je fucking geld. Hey, doe eens even normaal, joh, Mitchell. Je gaat er niet zo iemand slaan. Nee, even serieus. Zou ik dan nog een betere chick verdienen dan een paar mensen die hier alleen maar om geld zitten te vragen op straat? Hier, opzouten met ze. Zo, hij is kwaad. Zo. Okay, ja, inderdaad. Nou, oh, ik hou er niet van, man. Maar kom, we gaan weg. We gaan nu naar de Mac. Maar ja, schatjes, tot de volgende keer, als je het nog durft. Ja, inderdaad, een beetje geld lopen schooien. Kijk, het zijn hele knappe dames. Echt heerlijke, beeldschone dames. Maar ik weet niet, man. Bedelen gewoon. Het zijn van die straathoertjes, joh. Delano. Weet je wat het is? Die hebben niet eens geld. Dat soort mensen. Dan geef je ze geld. En dan weet ik veel wat ze bij je doen. Allemaal leuke en spannende dingetjes. Ja, maar, leuke en spannende dingetjes die ze bij 100 andere voorgangers ook al hebben gedaan. Precies, en daar blijft het bij. En dan ga jij vervolgens met een pijnlijke stadsdeur loop je rond. Terwijl hun geld van je hebben gegeven. Nou, dat is lekker. Ze hebben er niet eens gevoel bij, besef. Nee, maar ik denk dat het wel pijnlijk is. Ja, maar ik begin nu echt zoveel honger te krijgen. De laan was niet normaal. Ja, hallo, we hebben de hele avond ook niet gegeten, hè? Ja, oké, maar ik begin wel echt honger te krijgen nu. Same. En maar weet je wat, mensen? We zien jullie wel weer de Mac. Nou, mensen, we zijn niet voorbij bij de Mac aangekomen. Laten we even de honger even opeten, man. Ik bedoel, misschien waren die dames nog wel wat te eten, maar dat ging niet. Nee, nou ja, weet je, als ze nog geld vragen. Dat is gewoon echt een heel happy menu of zo. Voor dat geld wat ze vragen. Hoekers, man. Ze zijn heel arm, kom. De hele Mac kan je van betalen. Ja, sinds wanneer staat een Ola-bord buiten? Een wat bord? Een Ola-bord, zie je dat? Oh, misschien dat ze wel ijsjes willen of zo. Nou, een hele rare reclame. Het is de McDonald's rij voor reclame maken voor Ola. Dat klopt niet, hè? Maar misschien, mevrouw, verkopen hier ook. Oh, mevrouw, waarom staat iemand in de keuken te dansen? Oh, dat was een mascotte. Geen zorgen. Is dat zeker weten, mascotte? Ik vertrouw het niet zo. Ja, jij, Delano? Hallo, dat hier bij ons nog in de smink gezeten. Ik vertrouw het niet zo, Delano. Jij? Ja, ze zeggen dat ze in de smink hebben gezeten. Weet je wat? Doe maar gewoon 2 Happy Meals, oké? Okidoki. Het is wel het laatste van het Dancing Serving Lady. Oké, nee, duidelijk. Hoeveel gaat het kosten? Die gaat u €45 kosten. Wat? €45? Waarom is het zo duur, mevrouw? Het is de laatste dag. Het is al zeer exclusief. Je kunt ze doorverkopen voor een heel hoge prijs. Oh. Ah, oké. Okay. Ja, goed, goed. Weet je, we doen het. Weet je, Delano, ik moet heel nog naar de wc, ja? Dus ik ben zo terug. Oh, ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, mevrouw, we doen het. Ik heb hier eentje besteld. Okidoki. Nou, hij gaat even naar de wc toe. En ja, dat is. Maar ik moet ook even ondertussen naar de wc, man. Ik moet even heel nodig pipi doen en kakken. Ik hoef even kijken, hoeveel wc's zijn er eigenlijk op deze Mac? Oh, hey. Oké. Okay. Nou, dan ga ik dan. Oh, even een kaka doen. Heerlijk. Zo, en even een piepie doen. Oh, dat lucht op. Dat is echt fijn. Oh, heerlijk. Mijn kaka is gedaan, hoor. Ik heb mijn kaka neergelegd en we gaan even van de wc af. Oh, Mitchell, heb je Happy Meal al? Waar is Mitchell nou? Ik zie helemaal niemand meer bij de Mac. Waar is die gast van die balie dan, die mevrouw? Ik kan eens even over de toonbank klimmen. En wat? Wat is maar gebeurd? Oh my god. En waar is die Dancing Serbian Lady? Ook ineens weg. Nee. Ik denk dat ik één ding kan weten. Als ze niet hier zijn, zijn ze bij de andere McDonald's. Maar hoe dan? Hoe is het mogelijk ook? Weet je wat, mensen, laten we heel gauw gas geven naar die andere McDonald's. Want ik snap helemaal niks van. Waar zijn ze in godsnaam gebleven? Ik ga maar even 2 seconden naar het toilet en in 1 keer zijn ze weg. Dat is echt het meest rare wat ik ooit heb meegemaakt gewoon. Ja, ik weet echt hier geen wijsheid te halen, hoor. Maar het zal hem wel. Maar we gaan even lekker naartoe rijden en ik zie het daar wel. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn dus bijna aangekomen bij de MOOC. We zijn bijna aangekomen bij de McDonald's, jongens. Dus we gaan even hier naartoe en dan gaan we lekker naar binnen toe. Want eerlijk, oh, ik wil even weten hoe het allemaal gaat. Ik hoop dat alles een beetje in orde is met Mitchell. Want oh, ik maak me echt zorgen om hem, man. Oh, ik vind echt niks. Ik vind het echt verschrikkelijk dat dit allemaal gebeurt. Hier gaan we even naar binnen toe. Hier moet het al zijn, hè? Waar zal hij dan zijn? Nou, in ieder geval, we gaan even naar de McDonald's toe. Even kijken waar ze zijn. Hey! Oh my god. En hier is ook zeker niemand, hè? Nee, natuurlijk niet. Die McDonald's is gesloten sinds de 1 s'nachts. Maar even kijken naar de hele McDonald's. Ik zie allemaal apparatuur staan, maar ja, daar moet ik ermee. En misschien hier zo ergens dan? Ook niet. Misschien in de wc. Ook allemaal niet. Misschien in die andere wc. Ook allemaal niet. Jeetje, mineetje, zeg. Is echt niet de bedoeling dit. Er kan maar 1 plek zijn waar die wel kan zijn. En dat is de kelder. Ah, dat meen je ook gewoon niet, hè? Oh, ik ga eens even lekker naar beneden toe, man. Wat gebeurt hier nou weer? Oh my god, ben je serieus? Wacht, wat? Mitchell, wat gebeurt er? Yo, oh my god. Zo. Die gaan we even mooi te pakken nemen. Wat dit dan weer te betekenen? Mitchell, is alles in orde. Hij zegt ook helemaal niks. Oh my god. Zo.
Mitchell. De Lana, wat ben ik blij dat je even komen redden. Ik ga hem gewoon in elkaar met ook. Die tenzij. Hij is al dood. Hij is al dood. Ja, maar ik kan het niet handelen. Ik snap het. Vieze hol. Mij zal me meenemen, hè? Mij zal me meenemen. Oh, ja. Goh. Maar in ieder geval, het is allemaal weer gelukt, jongens. Ik ga de video ook afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en adios.